Het medisch laboratorium MyLab heeft zijn 56ste prikpunt te Atjoni en 57ste prikpunt te Brownsweg geopend. Volgens Jim Rassam, directeur van Intermed Group of Companies, waar MyLab deel van uitmaakt, hoeven deze mensen van de omgeving niet meer naar de stad te gaan om hun bloed- of urinetesten te doen. De DC van Brokopondo, Kenya Pansa, zei dat gezondheidszorg een belangrijke voorwaarde is voor ontwikkeling. Wanneer we praten over menselijk kapitaal, praten we over gezonde burgers, benadrukte Pansa. Intermed-directeur Rassam zei tot slot dat er langer dan 5 jaar geprobeerd is om prikpunten in het binnenland op te zetten. Met de opening van deze 2 prikpunten is een begin gemaakt met het realiseren van dat voornemen.